Welkom bij de klaptafel. Wij zijn hier in Molenvijver in Genk. En jullie kennen allicht wel Camille Jacobs. Camille Jacobs is een fictieschrijver en heeft een verhaal gemaakt hier rond Molenvijver. Ik zit hier op het bankje, want in het boek zat ook een van de hoofdrolspelers op dit bankje. En wat speelde hier af? Wel, hier achter mij is een eilandje. En op dat eilandje is het mysterieuze huisje waar van alles gebeurt en nog wat. Allerlei moorden en lijken en weet ik veel wat nog allemaal. Wel, willen jullie het weten hoe het afloopt? Ga dan zeker het boek lezen, 17 van Camille Jacobs. Ik zou zeggen, veel leesplezier!